We hebben zeker een verantwoordelijkheid, ja. En 24 uur per dag. GasUnie is een netwerkbedrijf voor energie. In Nederland en in Noord-Duitsland verzorgen wij het transport van aardgas. In de toekomst zal dat ook steeds meer waterstof en groen gas zijn. De grootste uitdaging is dat wij straks verschillende netwerken hebben. Dus voor aardgas, voor warmte, voor CO2 en voor waterstof. Die vier netwerken die willen we vanuit één centrale commandopost gaan besturen. Dus dat ze niet met vier beeldschermen, vier toetsenborden onze vier verschillende netwerken moeten besturen, maar één systeem met één interface. Maar wel met de mogelijkheid om daar maatwerk aan toe te voegen. En verder is voor ons simulatie heel belangrijk. Het stelt ons in de gelegenheid om naar real-time en zelfs 24 uur vooruit te gaan kijken hoe het systeem zich gaat gedragen. Nee, deze ambitie konden wij niet waarmaken met het systeem dat wij hadden. Vandaar dat wij een aantal jaren geleden op zoek zijn gegaan naar een nieuw systeem dat wel kan. Ja, die oplossing hebben wij uiteindelijk gevonden bij Schneider Electric in de vorm van AGMS. En met dat systeem kunnen wij onze vier verschillende netwerken, dus voor aardgas, warmte, CO2 en waterstof, kunnen wij met dat ene systeem gaan besturen. De betrouwbaarheid van systemen is een cruciale factor in dat transport. Hè? Want AGMS is ook het systeem dat ons in staat stelt om deze belangrijke opgave te kunnen waarmaken. Het is echt een digitale weergave van ons hele netwerk. En zij kunnen voortdurend zien hoe het netwerk erbij staat, hoe het zich gedraagt. Kunnen dus ook real-time sturen en ingrijpen. Die samenwerking ook met Schneider Electric is voor ons ontzettend belangrijk. Want AGMS is een cruciaal systeem en dat stelt onze eindgebruikers tot en met 2030 in staat om 25 megaton minder CO2 uit te stoten.